Kuipke in Gent zou er normaal verlaten bij liggen in afwachting van de zesdaagse van Gent. Maar deze week nemen zo'n 380 schakers deel aan het jaarlijks toernooi. In deze 44ste editie van het Gentse Open Toernooi wagen jong en oud hun kans tegen elkaar. Voor het eerst is er ook een toernooi voor internationale schakers en dat zorgt voor heel wat extra volk. Er zijn twee niveaus, want we hebben het grootmeestertoernooi. Dat zijn sterke spelers die behoren tot de 100 de beste schakers van de wereld. Die spelen vooraan op het podium, die zijn met 14. En dan heb je de open toernooien. Dat zijn mensen van heel uiteenlopende niveaus, maar wel allemaal clubschakers meestal. Maar het niveauverschil kan enorm zijn. Maar die worden allemaal ingedeeld in één groep. En het systeem is zo dat per ronde de sterkste altijd in elkaar worden geplaatst en de zwakste ook, zodat de sterkste op het einde meer dan waarschijnlijk het toernooi gaat winnen. De schaaksport is niet te onderschatten, klinkt het hier. Het toernooi duurt makkelijk enkele uren en de competitie duurt dan ook meerdere dagen. Het Gentse schaaktoernooi mikt op alle leeftijden en alle niveaus. Zo zijn er toernooien met en zonder punten, als ook een debutantentoernooi. Het schaaktoernooi wordt onder meer georganiseerd door Thinkers Publishing, een uitgeverij in Landegem, gespecialiseerd in schaakboeken. Zij willen met deze toernooi de schaaksport meer naar het grote publiek trekken. En dat lukt, want de afgelopen jaren kent de schaakwereld een grote boom. Ja, meer dan ooit. Er zijn een paar dingen gebeurd de laatste jaren. Enerzijds was er de COVID-pandemie. Schaak heeft het voordeel dat het geen fysieke sport is. En er zijn heel veel schakers online gaan schaken en hebben ze het spel leren kennen eigenlijk. En die zijn daarna ook naar de schaakclubs beginnen afdwarrelen. Er is ook nog die succesrijke film die er geweest is, The Queen's Gambit, de Netflix-serie. Daardoor zijn ook veel mensen aan het schaken geslagen. En schaken wordt zo door de jonge generatie nu een beetje gezien als een hip game.